Mijn naam is Annemarie Meijer. Ik heb zelf in de jaren 80 biologie gestudeerd in Leiden. Ik heb er nu een eigen onderzoeksgroep. En ik geef ook met heel veel plezier onderwijs. Cursus celbiologie van tweede jaar is bioloog. En ik wil jullie vandaag graag wat vertellen over de studie biologie en wat het ons programma inhoudt. Maar eerst even zou ik de vraag willen stellen, waarom zou je eigenlijk willen gaan studeren? Nou, een goede reden lijkt me nieuwsgierigheid. Dat is een eigenschap die ook in de dierenwereld niet vreemd is. Maar het is ook een hele gezonde menselijke eigenschap waar je je op de universiteit helemaal aan kunt uitleven. En op de universiteit leer je hoe je nieuwe kennis kunt vergaren door het doen van onderzoek. Een onderzoeker die kijkt naar de wereld om zich heen en die stelt er vragen over. En vervolgens zoekt die onderzoeker naar methoden, dus proeven gaat hij doen, om op die vragen een antwoord te krijgen. En die antwoorden die leveren dan nieuwe kennis op en die roepen ook vaak weer heel veel nieuwe vragen op. En die cyclus van kennis, nieuwe kennis genereren, die is natuurlijk van enorm belang voor de ontwikkeling van onze economie en onze samenleving. En dus wie gaat studeren, die kan daar een bijdrage aan doen. Nou ja, waarom zou je dan biologie willen gaan studeren? Nou, ik kan me voorstellen dat je nieuwsgierig bent of gefascineerd door vragen die betrekking hebben op het leven wat je om je heen ziet. Dus bijvoorbeeld, wat is het leven eigenlijk? En hoe divers is het leven? Hoe is het in de evolutie tot stand gekomen? Hoe komt nieuw leven tot stand? Hoe ontwikkelt leven zich? Hoe zit alles in elkaar? Hoe werken alle levensprocessen? En ook, hoe zijn interacties tussen bijvoorbeeld verschillende dieren in een levensgemeenschap? Maar je kunt ook denken bijvoorbeeld aan interacties tussen bacteriën en de mens. En die kan soms ziekteverwekkend zijn, maar kan ook juist een gezonde, goede interactie zijn. Dus als dat soort vragen je boeien dan, en je hebt een onderzoekende instelling, dan is die studie biologie heel geschikt voor je. Nou, wat houdt de studie dan precies in? Nou, eigenlijk is biologie een hele complexe en eigenlijk heel veelomvattende en brede studie. En binnen die studie kan je eigenlijk twee belangrijke richtingen of pijlers onderscheiden. De ene kant is dus de life science kant, of de levenswetenschappen. En daar hebben we het vooral over de werking van moleculen en cellen. En de andere kant is de kant van de biodiversiteit en de evolutie. Waar je het hebt over organismen en over gedrag van organismen, over populaties en over natuurgemeenschappen. En in de Leidse studie kan je eigenlijk die twee richtingen ook als twee aparte studiepaden die naast elkaar en ook deels overlappend zien. Dus laat ik eerst iets vertellen over de eerste pijler, de life sciences. Nou, als er nou eigenlijk één vakgebied is waarvan je kan zeggen dat het in de laatste eeuw een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt, dan is dit vakgebied het wel. En we zijn eigenlijk van de ontdekking van het DNA in 1953 gekomen tot de ontcijfering van het complete DNA van de mens in het jaar 2001. En dat was zo'n mijlpaal dat het is eigenlijk de enige wetenschappelijke ontdekking die ik kan verzinnen die een Amerikaanse president, president Clinton, samen met de onderzoekers op een persconferentie aankondigde. En dat is 10 jaar geleden. Nu zijn we 10 jaar verder en nu zijn we bijna zover dat we voor $1000 uw DNA, mijn DNA, van ieder van ons kunnen sequencen. En dat gaat weer ontzettend veel verandering met zich meebrengen. Straks kan je medicijnen bijvoorbeeld heel specifiek op iemands DNA afstemmen, iemands genetische informatie. Dus ja, je kan je ook afvragen, ja, is inmiddels dan niet alles zo'n beetje wel ontdekt? Nou, dat is eigenlijk weer absoluut niet zo. Want als je kijkt naar dat DNA, dan is het eigenlijk zo dat we van zo'n 40% van onze genen nog totaal geen idee hebben wat ze eigenlijk doen. He, dus daar liggen nog enorm veel vragen. En wat we al helemaal nog maar eigenlijk een tipje van de ijsberg van snappen, is hoe al die genen met elkaar samenwerken om een complex organisme te vormen. Dus hier liggen echt nog enorme uitdagingen. En onze eeuw, die moet echt de eeuw van de life sciences gaan worden. Nou, dat komt dan in de opleiding natuurlijk op allerlei vakken komt dat terug. En dus je krijgt bijvoorbeeld moleculaire biologie en genetica. En dat zijn dus vakgebieden die de functies van genen, de functies van nieuwe genen proberen te ontdekken. Dan heb je celbiologie. En tegenwoordig kan je met moderne fluorescentietechnieken kan je alle bouwstenen van een cel prachtig zichtbaar maken, ook zelfs in levende cellen. En bij celbiologie vragen we dus bijvoorbeeld af van hoe kan een cel signalen uit zijn omgeving opvangen en daarop reageren door zich anders te gaan dragen, bijvoorbeeld te gaan bewegen in een organisme. En ook hoe kan een gewone cel veranderen in een kankercel.
gebruiken we ook bij de biologie modelorganismen om de functies van cellen in een organisme te bestuderen. En hierbij is een heel belangrijk model bij de biologie is het zebravisje. Het zebravisje produceert namelijk embryootjes, deze zijn een millimeter groot en die zijn volledig transparant. En misschien zijn jullie al geweest bij onze stand in de Pieterskerk, en anders dan moet je dat zeker nog even gaan doen, want daar hebben we ook zebravisembryootjes onder de microscoop liggen. Dan kan je zien hoe prachtig je daardoor door het hele beestje heen kunt kijken, en daar kan je dus eigenlijk prachtig de hele ontwikkelingsprocessen mee volgen. En dan moet je bedenken dat zo'n 90% van de genen van zo'n zebravisje, dat die eigenlijk overeenkomstig zijn met de genen die bij de mens ook voorkomen. Dus door cellen, moleculen en modelorganismen te bestuderen, kunnen we dus ook kennis vergaren die ook weer relevant is voor de mens. Dan bevat ook onder de life sciences, de microbiologie en biotechnologie en fysiologie en genetica van planten. En voor die beide gebieden geldt ook dat onderzoek en het onderwijs wat daar in Leiden aan gerelateerd is, dat het zich heel erg toespitst op actuele onderwerpen. Je kan bijvoorbeeld denken aan ziekte en resistenties. Een team van Leiden, biologie en chemie samen is momenteel in de finale voor de academische jaarprijs. En als ze die winnen, dan is het de bedoeling om op scholen practica te gaan organiseren over antibiotica. En dat is ook voortgekomen uit de recente uitbraak van de EHEC-epidemie, van een hele gevaarlijke E. coli-bacterie. En de problemen dat er eigenlijk helemaal geen antibiotica meer zijn om die bacteriën te bestrijden. En het onderzoek bij biologie is ook hoe je nieuwe antibiotica kunt ontdekken en hoe de virulentie van bacteriën werkt. Kun je ook denken aan bijvoorbeeld de productie van nieuwe generaties schonere biobrandstoffen. En die kun je bijvoorbeeld maken uit plantenmateriaal met enzymen die van schimmels afkomstig zijn. En voor voedselvoorziening kun je denken dat bij de plantenbiologie men geïnteresseerd is in vragen zoals hoe een plant zich kan verweren tegen ziekteverwekkers, bijvoorbeeld tegen micro-organismen of tegen vraterinsecten, of hoe een plant zich kan aanpassen aan veranderende klimaatsomstandigheden, zoals bijvoorbeeld droogte. Nou, dan kom ik op de andere, de grote belangrijke tak van de biologie, de biodiversiteit en evolutie. Nou, ook daar kun je zeggen dat er de laatste jaren een enorme ontwikkelingen zijn geweest. En als je kijkt naar de stamboom van het leven, dat is eigenlijk de traditionele manier hoe we denken dat soorten in de evolutie zijn ontstaan. Maar ook hier, de laatste jaren, zijn van tal van soorten de volledige DNA-sequenties bepaald. En nu kunnen we dus soorten ook op het niveau van hun DNA met elkaar vergelijken. En kan je zeggen dat evolutie eigenlijk op zijn staart getrapt is en dat we die stamboom verder kunnen gaan reconstrueren. En daarmee is ook dit vakgebied weer in een stroomversnelling gekomen. En in allerlei terreinen van dit veld worden nu steeds meer moleculaire technieken ook gebruikt om het onderzoek te doen. Nou, als je kijkt in de biologieopleiding, dan valt onder biodiversiteit, dus onder andere het onderwijs van de evolutiebiologie. En Leiden is bijvoorbeeld veel onderzoek gedaan naar hoe de vlekpatronen op de vleugels van vlinders zich aanpassen aan de omgeving waar de vlinder in zit. Maar bij evolutie kun je ook denken bijvoorbeeld aan de functie van levensduur en verouderingen. Hoe dat een rol speelt in de evolutie. Dus dan heeft het ook weer raakvlakken met de medische kant. Nou, bij ecologie gaat het om interacties tussen bijvoorbeeld planten en dieren in een levensgemeenschap. En gedragsbiologie die stelt vragen zoals waarom gedraagt een dier zich zoals die zich gedraagt. En wat voor rol heeft dat in de evolutie gespeeld? Nou, dan hebben we in Leiden ook een aantal belangrijke biologische instituten. Naast het instituut biologie, wat het voornaamste deel van de opleiding verzorgt, hebben we in Leiden het Nederlands Centrum voor Biodiversiteit. En daartoe behoort het Museum Naturalis en ook de Hortus Botanicus en het Nationaal Herbarium. En ook de zoologische collecties van Amsterdam, die zijn recent in Leiden gevestigd. Dus daarmee kan je zeggen dat Leiden eigenlijk wel de biodiversiteitsstad van Nederland is geworden. En het leuke is ook dus dat die instituten bij de opleiding betrokken zijn. Daarnaast hebben we ook nog het Instituut voor Milieukunde, Milieuwetenschappen. En die verzorgen het onderwijs in milieubiologie in de opleiding. Dus ook vragen als duurzaamheid, natuurbehoud, natuurbeheer.
En verder komt in de opleiding ook natuurlijk de historische aspecten van de ontwikkeling van het vak en ook maatschappelijke en ethische aspecten aan de orde. Denk bijvoorbeeld aan het debat over genetische modificatie. Nou, dan hoe is die studie precies opgebouwd? De bacheloropleiding is een 3-jarige opleiding waarin je eigenlijk begint met een heel breed overzicht van de biologie. Dus in het eerste jaar, de propeduizen, volgt iedereen hetzelfde programma waarin je eigenlijk met alle vakgebieden die ik genoemd heb te maken krijgt. En we doen dat zo omdat we het belangrijk vinden dat je dat brede overzicht krijgt, zodat je je goed kunt oriënteren op welke richting je nou eigenlijk het meest aanspreekt. Want we zien eigenlijk toch heel vaak dat iemand met een bepaald idee aan een studie begint en dan langzaam in dat eerste jaar toch een andere richting eigenlijk nog veel spannender en leuker gaat vinden. En dus daarom is het goed om dat je breed als bioloog te ontwikkelen. En dan in het tweede en derde jaar kan je keuzes gaan maken. En dan kan je er bijvoorbeeld voor kiezen dat je helemaal meer die kant van de life sciences op wil, of dat je een echte ecoloog wil worden. Dat kan allemaal. En je kan ook voor een combinatie van mogelijkheden kiezen. Nou, na dat derde jaar wordt de bachelor natuurlijk met een diploma afgesloten. En dan kan je natuurlijk doorgaan voor een master, waarin je nog 2 jaar je verder gaat specialiseren in de richting van je interesse. Nou, voor jullie is natuurlijk de meest relevante vraag wat het dichtstbij is. Hoe ziet het eerste jaar eruit? En daarvoor wil ik het woord geven aan Paul Wilkman, een student van onze opleiding. En die heeft het allemaal pas meegemaakt. Hij is nu derdejaars, dus hij kan dat veel beter vertellen dan ik. Ja, dankjewel. Kijk hoor. Ja, dit is het overzicht van het eerste jaar. Wat Annemarie al zei, kunnen jullie me goed verstaan zo? Of, Ja. Oké, dan doe ik het goed zo, want ik hou niet zo van microfoon. Oké. Nou, het eerste jaar, wat Annemarie al zei, is een breed overzicht in de biologie. En wat misschien al opvalt, is dat dat een bepaalde opbouw heeft. En we zeggen dat het is opgebouwd van laag naar hoog. Misschien kan ik het zelf wel beter zeggen. Buiten van klein naar groot. Het begint met de fundamenten van het leven. En het fundament van het leven is natuurlijk DNA. Dus daar krijg je les over. Verder is er een klein stukje biochemie. En dan ga je alweer een stapje groter in het tweede blok, dus de cel in actie. En daar leer je alles over een cel. Over hoe kweek je nou een cel? Wat is een cel? Wat kun je er verder mee? Wat kunnen wij daarmee? Hoe werkt zo'n ding eigenlijk? Dan komt het derde blok, evolutie en de tree of life. Annemarie heeft het net al gehad over de tree of life, dat is de stamboom van al het leven. We zijn in Leiden de enige opleiding die ook een biodiversiteit practicum aanbiedt. En we krijgen daar een vak biodiversiteit planten en biodiversiteit dieren, daar hebben we heel veel materiaal van. Je kunt het dus vasthouden, dan kun je kijken en dan kun je ook tekenen dan. En ze krijgen een heel breed overzicht van alles wat er eigenlijk leeft. Er wordt uitgelegd hoe die beesten, hoe die planten die allemaal werken, maar ook heel erg veel aandacht besteed aan dus de verbanden onderling. Dus ik heb er ook evolutiebiologie bij. Dan is blok 4, de biologie van het organisme. Dan zoomen we weer ietsje in naar het organisme zelf. Hoe werkt dat nou? Het gaat een stukje over planten, plantenfysiologie, en ook vooral over dieren. En dan moet ik zeggen dat het met name is gericht op de mens. Dus fysiologie, orgaansystemen, anatomie. En dan zijn we weer bij blok 5. En blok 5 is het organisme en zijn omgeving. Dus ga je eigenlijk helemaal de grootte in. En dan moet je denken aan vakken als gedragsbiologie, milieubiologie, ecologie. Dus dan heb je eigenlijk een heel breed overzicht van de hele biologie. En dat is erg belangrijk, want wat je ook in de biologie gaat doen. Als biologie, als bioloog, heb je natuurlijk ook gewoon een grote basis nodig. Dus die leg je in het eerste jaar. En wat ze al zei, vaak komen mensen op de opleiding met een idee van, nou, ik wil echt dit doen. En dan ik zelf ook, ik wilde zelf leren de macro kant op, echt weer blok 3, 4, 5, die richting. En je moest toch ook blok 1 en 2 doen, het hele verhaal over de cellen. En dat verraste me eigenlijk heel erg, want daar heb ik weer heel veel nieuwe dingen opgestoken en het is me eigenlijk heel erg gaan interesseren. Dus zijn hele brede basis is erg belangrijk. Ik vergeet nog iets, de onderstaat, steunvakken. Er worden 2 steunvakken aangeboden in het eerste jaar. Die zijn ook verplicht, dat zijn wiskunde en dat zijn statistiek. Nou, wiskunde is de wiskunde die je van de VWO kent, allemaal in 1 week. En daarna krijg je ook de toets. Sommige mensen vinden het heel pittig, maar over het algemeen wordt het toch erg goed gemaakt. En ja, dat is wel heel belangrijk. Hetzelfde gaat voor statistiek. Statistiek wordt aan het einde van het eerste jaar gegeven. Het is een 2-weekse cursus volgens mij. En daarin leer je eigenlijk, wat is nou de statistiek en waar heb je die statistische test voor nodig? Welke statistische test kies je?
En dat is toch gewoon heel erg belangrijk, want eigenlijk alles in de wetenschap komt toch uiteindelijk op een bepaald punt in aanraking met die statistiek. Nou, we hebben heel veel verschillende onderwijsvormen bij biologie. We staan hier allemaal even op een rijtje. We hebben net verteld, kijk, er zijn ook plaatjes bij. Dit is een plaatje van een college. Ik denk dat jullie allemaal wel een beeld hebben van een college. Jullie zitten in een zaal zoals deze. En dan staat er iemand uit het onderzoek voor de klas en die vertelt dan over zijn vakgebied. Die college. Verder hebben we werkgroepen. Dat is misschien meer van als je dat van de middelbare school kent. Het is in groepen of in een of klassikaal ga je ergens aan werken. Er zijn vaak opdrachten. Je ziet hier de computerzaal bij ons. Er is vaak ook assistentie bij, dus daar kun je ook overleggen met docenten of met assistenten. Dan geef je hulp bij wat je aan het doen bent. Nou, superleuk is natuurlijk excursies. Je ziet hier, we zijn aan het strand. En er zijn heel veel excursies voor biologie. In het eerste jaar ga je gewoon een aantal keer op excursie. En vanaf het tweede en het derde jaar hangt het een beetje vanaf wat een fucking kiest hoeveel excursies je gaat doen. Maar we hebben er genoeg, dat is superleuk. Verder, wat heel belangrijk is, zijn de practica. Bij biologie maak je vrij volle dagen. S'morgens heb je meestal college. En s'middags heb je dan een practicum. Dus ongeveer 2 uur college s'morgens. En daarna ga je in het practicum verder behandelen wat je in college gehad hebt. Dat is een hele actieve manier van met de stof omgaan. Ik vind het zelf heel prettig. Want op die manier kom je echt direct in aanraking met waar je mee bezig bent. En je neemt alles heel actief op. Practica maakt een heel belangrijk deel uit van de studie. Ik denk dat je het meeste van je tijd kwijt bent, zeker in het eerste jaar, aan practica. Dit is een foto van de practicumzaal in het eerste jaar. Dat is een hele grote lab, daar kom je met z'n allen terecht. En dan leer je in eerste instantie hoe je in zo'n lab hoort gedragen. En wat een lab eigenlijk is. En daar heb je eigenlijk al je practica van het eerste jaar. Nou, we hebben hier een heel dramatisch plaatje van iemand die heel hard aan het studeren is. Ik kan niet zo heel veel over zelfstudie te vertellen, denk ik. Jullie weten waarschijnlijk allemaal wat het is. Biologie is een opleiding met relatief weinig zelfstudie. In verhouding tot andere studies. Dan hebben we het voornamelijk over alfa-studies. We hebben al heel veel contacturen, dus dat betekent dat de hoeveelheid zelfstudie relatief beperkt is. Dat betekent natuurlijk niet dat je niet voor je tentamens hoeft te leren, dat is natuurlijk altijd zelfstudie. En je kunt ook een scriptie schrijven. Nou, dan het laatste, dit is het echte werk. Onderzoeksprojecten en stages. Dit is het echte wetenschap. In je derde jaar ga je stage lopen, en dat kan bij een onderzoeksgroep van het IBL. Of van het Naturalis, of van het Nationaal Herbarium, dat is ook onderdeel van het Naturalis. Ja. We gaan zelf bij het Leids Universitair Medisch Centrum, dus er zijn ontzettend veel keuzes waar je uit kunt kiezen. En eigenlijk voor elke richting, er zijn letterlijk honderden projecten waar je aan mee zou kunnen werken. Eigenlijk voor iedereen is daar wel wat te vinden. Dan ga je een half jaar echt in de wetenschap meedraaien. En tussendoor, eerder in je bachelor, krijg je ook af en toe van de kans om een eigen onderzoek op te zetten, dat het een paar weken is. Nou, nog even heel belangrijk natuurlijk, waarom biologie in Leiden? André heeft net al een heel verhaal gehouden over de biodiversiteit en de life sciences. Dat vinden wij zo belangrijk dat wij daar onze 2 pijlers van de biologie van gemaakt hebben. We hebben ook 2 masters, de biodiversiteit en de life sciences. En we hebben 2 keuzepaden in de bachelor met biodiversiteit en life sciences. Dus daar zijn wij heel sterk in. Verder hebben we een uniek onderwijsaanbod. Zoals ik al zei, we zijn de enige opleiding met een biodiversiteitspracticum. Dat vind ik zelf erg belangrijk. En we hebben de meerdere internationale biologische topinstituten. Die heeft Annemarie dat ook allemaal al genoemd, maar ze staan daar ook op het plaatje. Helemaal links is het gebouw waar ik zo meteen nog meer foto's van heb. Dat is het hoofdkwartier van biologie, het Zilvingsgebouw. Daar zit ook het IBL en daar wordt ook onderzoek gedaan. Daarnaast zie je het Naturalis, het oranje gebouw. Dat kennen jullie waarschijnlijk als museum, maar daar is ook een heel enorme onderzoeksafdeling. Het logo van het IBL. En daarnaast die bolletjes zijn van het CML, het Centrum voor Milieuwetenschap in Leiden, dat wordt ook bij ons. Daarnaast, het driehoekige gebouw, is het Van Steens gebouw. Daar hebben we ook de eerstejaars kunnen lessen. Dat is het Nationaal Herbarium, nu onderdeel van het FCB. En de wortels. Nou, Leiden is een vrij kleine opleiding. En wat ik klein zeg, moet ik ongeveer 90 eerstejaars. Dat is kleiner dan de meeste biologische opleidingen. Wat mij betreft een heel groot voordeel, omdat je in je opleiding je jaargenoten goed leert kennen. Aan het einde van je eerste jaar ken je eigenlijk gewoon al je jaargenoten. En ook, je hebt ook goed contact met docenten. Dus als jij college hebt van een docent en je vond het interessant, je stapt daarna naar hem toe en je maakt een vraag. En je voelt, ik vond het wel boeiend. En dan houdt hij niet meer op het praten, want dat vinden ze allemaal fantastisch. Dus wat mij betreft een heel groot voordeel.
Verder zijn we in Leiden heel erg gericht op onderzoek. Dus nou ja, sowieso die stage in je derde jaar. En tussendoor krijg je ook de kans om een onderzoek te doen. Uiteindelijk gaan er ook veel mensen het onderzoek in, dat zullen jullie zo zien. We hebben ook keuzemogelijkheden. Nou, die twee keuzetrajecten. Ik heb er niet geen plaatjes van, maar kom even bij de stand langs als je dat wil weten. Want we hebben studiegidsen liggen en dan kan ik precies laten zien welke vakken we aanbieden. Nou ja, het allerbelangrijkste. Hè? We hebben een fantastisch studentenleven. Leiden is niet zo'n grote stad, maar het is wel heel gezellig. Alles is er en het is helemaal overgenomen door studenten. Het is super gezellig. Nou ja, als ik naar de Albert Heijn toe fiets, dan kan ik niet zonder bekenden tegen te komen. En wel even kroegjes. Dus Leiden is een fantastische stad. We zijn tegenwoordig ook verhuisd naar het Zilvergiesgebouw. Daar zitten we nu pas net een paar jaar en dat is heel centraal gelegen in het Bio Science Park. En daar zit ook de rest van de beta-faculteit van de universiteit. Er zitten biotechnologische bedrijven, er zit ook Naturalis, er zit Nationaal Aquarium, er zit midden in je vakgebied. Ja, en we hebben een nieuwe moderne onderwijsfaciliteit en we hebben hier foto's van. Nou, dit is een bouwtekening, zo nieuw is het dus. Zo zou het eruit gaan zien. En zo ziet het eruit. Dit is een foto van het gebouw, ons hoofdkwartier. En zo ziet het er van binnen uit. Op de wandelgangen hebben wij ook nog behang onze prominente onderzoek maar gehangen. Want dat vonden we zo belangrijk dat ik graag aan iedereen wil laten zien hoe dat op gang loopt. En dit is het practicumzaal in het Zieltjesgebouw. Het is allemaal erg mooi, erg nieuw en daar zijn we heel erg blij mee. Nou, als je dan biologie gestudeerd hebt, wat ga je er dan mee doen? Ik zei net al, heel veel mensen eindigen in zijn onderzoek. 41% zie je hier. Dan zijn er 19% van de mensen die gaat het bedrijfsleven in. En het bedrijfsleven dat hoeft niet per se iets met biologie te maken te hebben. Want zoals mijn voorganger dat noemde, dan ben je als beta, ben je probleemoplossend opgeleid. En het is erg aantrekkelijk voor het bedrijf. Dus veel mensen die komen in het bedrijfsleven terecht op een of andere manier. En die zijn er heel veel. 12% gaat bij de semi-overheid. 9% is onderwijs en voorlichting. Nou, bij voorlichting, ja, ik geef nu natuurlijk voorlichting, maar dat is niet het soort voorlichting waar je aan moet denken. Er is 2 jaar geleden iemand bij ons afgestudeerd en die werkt nu bij het Erasmus MC. En die maakt daar folders voor patiënten en voor ouders en familie van patiënten over bepaalde ziektes. Nou, dit soort voorlichting zou je aan kunnen denken. 6% gaat een vooropleiding doen. En dan hebben we ook nog een heel groot stuk, 13% gaat overig doen. Nou, het is heel moeilijk om alles in één schema te vatten, dus dat gaan we helaas bij overig. Maar er zijn zo ontzettend veel dingen waar je aan kunt denken als je biologie gaat studeren. Nou, ik ben er net al iets tussen voorlichter. Mensen die in het bedrijfsleven terechtkomen, die worden misschien wel manager. Je kunt natuurlijk docent biologie worden, er zijn er ook zeker een aantal die dat doen. Je kunt projectleider worden van een biologisch project. Wetenschapsjournalist, ik vind zelf een hele leuke. Je kunt bijvoorbeeld stukjes voor de Quest gaan schrijven, of voor de Kijk, of voor wetenschapsbijlagen. We hebben ook in huis onze eigen streek Tonk en dat is al heel vaak bij Wereldwijd Zorg geweest. Ik heb nu zelf een programma via de achterwerk. Dus dat kan ook nog. Je kunt adviseur worden, je kunt beleidsmedewerker worden. En sommige mensen starten tegenwoordig zelfs hun eigen onderneming. Want die hebben blijkbaar iets bedacht waar je ook nog geld mee kunt verdienen in de wereld. Dus zelfs dat is mogelijk. Nou, wil ik nog even zeggen, binnenkort is ook de open dag van biologie. Dus 18 november, kom dan langs. Als je geïnteresseerd bent, dan krijg je een uitgebreide verhaal. Een goed college, krijg ik even. Ja, ook nog. En dan krijg je een rondleiding door het gebouw, dus het is allemaal iets uitgebreider. Ook, en het staat niet in de presentatie, je kunt ook een meeloopdag komen doen. Kijk even op www.leiden.nl, zoek biologie op. En dan kun je gewoon een afspraak maken om een dagje rond te lopen. Dat is wel het beste beeld. En dan wil ik nog zeggen, als je meer wil weten, kom dan ook naar onze stand toe. Dus daar even staat mijn collega en de studieadviseur die is er ook. Dus ik vraag even om toelating, stel hem dan van haar. En dan wil ik graag afsluiten met onze Android-quiz. Dat gaan we nu niet doen. Die hebben we hangen bij de stand. Kijk er even goed naar. We hebben plaatjes van verschillende embryo's. Als je ons kunt vertellen wat alle embryo's zijn, of een beetje, dan krijg je van ons een leuke prijs. Oké, nog even één ding. Ja, er staat al op. Het staat niet in de folder. Maar er zijn zoveel aanmeldingen dat er nu ook een lunch wordt aangeboden hier in dit gebouw. Dus als je zo meteen honger hebt, gaan we het ook gewoon lekker hier lunchen. Dan komt iedereen een scherpe kom. Hartstikke leuk. Thank you.